Mijn naam is Paul Dijkstra. Ik werk hier bij InnoBricks als supportmedewerker. Ik doe een beetje consultancy. Ik train mensen in ons platform. Ik ben bezig met modellen onder andere. En ja, ik wil zeggen toffe shit maken. Maar daar komt het in feite denk ik wel om neer. Het is allemaal heel lekker informeel. We gaan regelmatig een rondje lopen ook, gewoon tijdens het werk. Nou, het einde van de dag of met name het einde van de week pakken we nog eens een keer een biertje. Starten we een gamepje op. En horen we gewoon een beetje met elkaar. En dat vind ik toch echt wel, denk ik, het meest positieve aspect aan het bedrijf. Hè. De werksfeer is op zich heel erg positief. Het is af en toe wat aanpoten op sommige punten, maar met z'n allen is het toch ook wel leuk om te doen. We werken met 3D graphics als je daar interesse in hebt. Dat is wel echt heel leuk om te doen. Dus dat betekent dat je ook met game technologie onder andere bezig bent. In combinatie met heel veel data werken. Hè. Maar als je kijkt naar de uitdaging voor een software developer, zit het denk ik met name op 3D graphics gebied. Automatisering van die 3D modellen in een heel uniek jasje. Hè. We gaan vanuit Revit, wat de meest gebruikte pakket is onder BIM-modelleurs, gaan we naar een webplatform toe. Daar wordt het in een heel technisch jasje gegoten voor de BIM-modelleur. Op een makkelijke manier vervolgens gepresenteerd aan de koper in datzelfde webplatform. Om vervolgens een eindstap te maken naar Revit terug. Dus je hebt hier van alles. En er zit nog een stukje Blender tussen voor de 3D hobbyisten onder ons. Waaronder ikzelf. Die zijn eigen taaltje kent, Python bijvoorbeeld. Hè. C-Sharp, daar werken we mee. Nou, JavaScript, TypeScript. En een hele hoop frameworks daaromheen. Redux, Node.js, noem maar op. React voor de frontend. Dus eigenlijk zijn er bij ons zoveel frameworks mogelijkheden dat voor ieder wat wils is, zou ik zeggen. Mijn moeder heeft kort geleden een hersenbloeding gehad. Ik krijg alle rust, alle tijd om te herstellen ook. Wordt er niet moeilijk over gedaan, ik hoef helemaal niks af te rechten. Het wordt gewoon opgepakt, daar hoef ik me ook niet druk om te maken. En ik ben ook blij dat mijn verhaal daarop kan doen, maar dat ook as we speak, hè. Dat lucht voor mij ook wel op. En ik merk gewoon dat Sander daar ook heel erg betrokken bij is. Dus die vraagt er ook actief naar, hoe gaat het met haar, et cetera. Dus het zijn wel de kleine dingen die het hem doen en dat heeft voor mij toch wel een persoonlijke meerwaarde. Ja, het is zo laagdrempelig, zo informeel, dat het is een zeg maar een tweede woonkamer. En als dat toch iets is wat je trekt, dan moet je echt bij ons zijn.